Allee. Oei. Maar misschien ook iets starten. Soms dat tijd van mijn hout heb. Ik heb wel bang zien, af en toe passen. Ik zie het, ik voel het in al. Wow. Ik vind het goed, hè. Zo. Ik mag niet zeggen dat het gek is, hè. Ik wil zo tegen u zeggen, nee, rijd maar door, rijd maar door. Moordtrek. Ga maar, ga maar. Wounded Joe? Ja, mijn lobby staat nog op een dag, dat is niet gelijk, maar... Jullie kunnen toch niet mee rijden, dus... Ah, nee... Maar ik heb het gebruikt, gewoon het kan niet op. Misschien met de smoky die 4 uur records raar. Nou, ik heb jij niet wilt mij dan wil ik niet gaan maken. Ah, ik ben ook. Maar ik kan nog een maken. Maak je die 4 uur? Ja. Ja. Maar ook mijn shirt is een 2 raad eigenlijk. Ja, is er zijn 2 lobby's. De ene gaat 2 uur. Allee, je gaat alle 2 samen, maar de A lobby begint. Niet vroeger de B lobby. Samen die uren hier in het veilig. Ja, want het zijn ook 2 verschillende tijdstippen qua uren. Ja, had er nog iemand die ze wilt meedoen, dan ja. Ik kan meedoen. Ja, ik wil ook wel doen. Maar je hebt maar een bepaald keus van auto's aan, man. Ik zeg het ja, maar. Dat moet niet. Oh, dat is wel niet. En POP staat aan. En staat aan. Ah ja, aan.
aan tuning kunnen kiezen. Tuning ook? Oei. En Dimitri is een favoriet circuit, hè? Spa-Francorchamps. Oh ja. Mok niet hoor. Ondertussen zijn ik het al wel gewoon bij de draad, zoveel op gereden. Lijkt me dat wel iets doen. Oké, dat ik wel doen. Ik hoop nog mijn bak. Dan ben je naar de markt. Tja, dus als ze met die... Met als ze die knaf nu naar dinsdag verhuisd hebben... Ja, die ga ik dan niet meer mee doen. Nee, ik hoop niet. Ik heb ze dat gewoon niet meer. Want de eerste paarden geraken toch niet. Ik zelfs, ik pas als voor divisie 3 moet al serieus het tenen uitkassen. Oh ja, het is natuurlijk wel schoon als je een keer kunt meedoen natuurlijk. Ja, maar ik vind het ook raar. Er stond eigenlijk een vinstje van degene die ze hebben ook gekeurd. Maar laat eens de rand in zijn taart is niet zo gekeurd. Die zal erop draaien voor die man. Ja, ik heb zo, want er zijn er een aantal worden eigenlijk door een vinskransel die een paar geschoken keurst. En al de rest nog niet. Dus ik moet het al doen. Want moeten die kwalificatie, ik heb die met een beetje gereden. Kwalificatie maakt niet uit. Zo ja, ja, ja. Die al vind ik ook. Ik zei, ik ga die kwalificatie met de Corvette doen, hè? Dat dat een van de twee tussen moet kiezen en dan zat ik aan. Maar daar heb ik me geprobeerd toen en al op 41. Toen zat ik aan 1,33, maar ik heb me een taart niet doorgegeven. Nee, ik zit ook op 1,32,554 met een beta. Maar dan voor de koers zijn dan weer totaal andere regels. Allee. Ja, ik vind me reet over. Oh, raar georganiseerd. Ah, shit. Nee, ik wou... Ik ga het niet. Ik ben er veel aan. Ik zeg trouwens onze... Juggernaut. Ja, ik wou nog niet veranderen, maar inderdaad lijkt er wat aan. Oh, dan wacht ik wel even dat dan. Oei, er is iemand te weg. Ja, dat is een. Dat is een raar. Dat is een raar. Ik kan nog iets veranderen, maar blijkbaar is het alleen blijft het toch in. Die ook al op de markt hebt en je ziet dat dag. Ja, je hebt dus die steps, die elektrische. Je hebt dan ook echt in de kart. In plaats van de step op kart, maar de prijs is ook mooi. 1600 euro. Ja, dat is ook zo'n vraag. Je is in die hoverboards met een kant vandaan. Zou je ook opzetten? Ja. Fuck is dat. Maar dat gaat goed naar dat dan. Dat is gevaarlijk. Als de skal aan mijn kant zien, dan tukt hem erin. Dat is een... Zeg, maar kan ik iets verbied gewoon joinen of wat? Ga stop of toch niet? Ja, ik wou de rest niet. Ja, ik wou wel mijn nieuwe. Maar aan mijn hand. In de kwalificatie kun je nooit stoppen. Ja. Welke wel je band dat wel, dat vind ik, maar moet je niet op dat fietsje duwen.
Nee, je mag sowieso nooit niet op deel gaan gaan. Op stappen. Ja, dat heb ik gedaan. Ik wou dat nooit doen. Ja, nu gaat het eerste reis niet kunnen meedoen, baas. Ik weet het wel. Dat is toch de top, hè? Ja, mensen zijn al weg, zeg. Ik heb er een 10 minuten bij staan. Maar wat op 11 is, dat niet bij. De tweede kun je sowieso mee rijden. Dat is goed idee, maar dat gaat zo goed weer. Aha, oké. Okay. Ja, weer een plek gewonnen. Dan met 12 of 13 rondjes, dat is niet goed. Spijtig dat je hier op je les een bal hebt gezien. Dat je natuurlijk met die volgen. Zien we dat die daar zit vrij. Allee, nou doe ik het zelf. Zo. Van die skallen op de kassen. Oh, fuck man. Die jongens, ze weten toch moeten knapsen, zo man. Vanaf daar de start is. Oh, ik heb hem de laatste ronde gemaakt. Behouden dat je moet rijden met die Yaris tegenover zo'n geit uit de raas. Dat je dan geen bal verhoogt, maar je moet veel meer opletten wat je doet. Het is eigenlijk een stuur lucht en een plek is de boven de lange de ronde. Draaghopderste van de skallen, godverdomme. Oh, echt een vloem ding volgen, hè. Oh. Dat is toch in de beurt van de skallas, hè. Stoemtje geven. Dat is een divisie met mensen. Iemand reageert op mijn live. Gas, gas, go, 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 fast. Jan, Jan! Allemaal met die bagage. Oh, het zal best even zijn, spaatig genoeg.
Hey mannen, ja, ik was even aan de party. Mijn casco gaat gevallen. Doei. Ja. Jammer patjes, hè, niet. Je hebt niks gemist, hè. Even erbij blijven, kom op. Even drinken. Ah, P6 zal even uit. Doe maar eens, patchen is voor mij. Patchen, de history repeats. Ja, inderdaad. Go. Ja, Mike, vandaag zal het niet tussen ons gaan, ja. Je weet het, want we zijn er niet, hè. Kan gebeuren. Dus, mannen, vergeet niet, in de eerste bocht wordt alles gewonnen, hè. In de eerste bocht, allemaal op de schaal. Dus gewoon, de eerste bocht, vol op het doel, niet afgeven. En laat mij passeren. Ik weet het, ja. Of de dinsdag en Marje werden jullie allemaal gedisqualificeerd. De host. Mag ik dat niet gebruiken, Mike? Kom op. Ah, ik maak dat. Je hebt het gehoord. Niet gefinished. Ah ja, Rambo. Zeg Mike, is er geen koers op 4 mei? De punt er geen in mijn gat heen. Het valt is mijn spraak. Ah, want je weet toch welke dag dat het dan is? Ja, ja, met de Ford, dat was hij. Ah ja, Star Wars Day, ja. Succes, mannen. Ja, de Ford be with you. Mannen, succes, hè. Denk aan de eerste bocht, hè, mannen. Ja, ja, allemaal tijdens kan, hè. Pardon. Ja, wat? Oké. Hoe de kalender er al aan staat? Plus 3. Plus 3. Oh, jongen, dat vertrekt dat er goed. Mooie start, Dat was eigenlijk wel een geweldige foto. Ja, die herhaling die van de foto was. Ik zie nu van echt nog die twee groene motto's als niet van. Wel, hij wiet een duivel, dat mag ik weg zijn. Ik wil ik mee, maar het met een witte auto, aangevoelig eerst. Ik ben hier, Mike. Ik kan maar even braaf zijn. We zijn de skallen aan het laten gaan. Goed verdoemen, hè. We gaan lopen. Godverdoemen! Oh, dingen. Ja, dat was te denken, die notte. Die jaars moet maar een millimeter grazen en dan ze weg. Ja, inderdaad. En of we een vierwiel aangegeven, maar super gaat beter zijn. Ja, we rijden daar dus. Ja, zeker in deze pak. Ja, zeker in. Ja,
Sean en met John doen het dus pushen. En die Purvis Mind en die is dan de derde. Gebruik maken van slipstream, sowieso. Kom zo, jong, we hebben een scalapak. Ik heb mijn buzzer. Ai, 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 toch. Ik ga het laten proberen. Jacht op de volgende. Gemist door één even fout inschappen.
fuck. Als ik die straftijd niet had gehad, had ik schallen en een bestandaad gehad. Ik had daar juist drie paarse sectors, maar ik heb gewoon mijn lagentaad verwijderd. Op de handen. Mijn bestandaad nu is 1.42.4. Zonder die halve seconde had ik hem gehad. Mijn beste tot nu is 1.43.4. Van mijn 1.42.2. Ik heb 1.42.5. Nu is juist gereden. Ja, ik heb eerst er anders gewoon zo gekregen. Boy, ik krijg gewoon altijd slecht, Timmy. Het is gewoon een leidinggevende auto, omdat ik het in het begin fout ga maken, dan kunt u de rest van de auto. Ja, dat is wel. Ik heb nog een winter afgereden. De kaas en de patjes. Ja. Kost een tanghuizen. Met mij de tango de l'amore. Oh nee, je moet tudden in Batman. Ach ja, je kunt niet iedere wijk een koers winnen. Nee, dat is wel. Dat is waar, dat is niet aan. Ik wil jullie dan besparen op de service nog eens twee weken voor een plus halen. Ja, dat is geen topbox. Ja. Zeg, heb je een chauffeur nog gezien? Oh, nee. Dat is wel een extase. En ik krijg die pedalen van de ja. Dus ik ga die update over klaarsturen, maar... Alles was stuk bezig. En die pedalen kunnen dus niet aanpassen op de PC. Zo'n monkey door, wat verdomme. Ja, hij is die man. Ik krijg hier geen vlakmax in iemand die dat aan de kant staat. Nee, nee, die ja, in een dubbele bak, die heb je niet. First mind of what is. Ja. Die progressive mind. Ik ga straks ook je taal stoepen, ja, amai. Dat is even zo.
Appa, ik ook ze. In het taap komen van die een wat ze schrikken. Dan al de auto bewegen aan alle kanten. Want ik heb het ding weer over. Nee. Ik ben altijd gewoon achter mij. Ja. De eerste 5 films ook wel lekker gezet. Oh nee. Oh. Slap de bandplakking. Kom maar, de Batman direct terug aan, denk ik. Weer een 60 ja. We doen ons best. En anders remmen we maar heel goed en zodat ze beter volgen. Lang is het wel. Chicken auto zijn verdaan. Ja, ik weet het wel. Ik heb dat doekje afgesneden. Wat, de Fiat? Ja, maar. Oh, wat zat nu? Ik zit er al iedere dag. Doe een eerste werk bij Fiat misschien. Ja. Nou, we zien een dingen daar in de straat. Le Ken, in Louvain-Jean. Wat? Le Ken. Beerbeek, Huidersom. Andere lichten van op Wellenberg te raken. Ah ja, daar. Zit er eigenlijk wel. Ah, ik zeg altijd het circus van Lopentjul. Dat had ik aan het gelijk eigenlijk gezegd. Ja, ik sta aan de straat. Ik sta aan boven. Ja, met bomen. Ik ben me daar niet op vast. Ah ja, we zijn onderweg. Naar de bovenkant. Daar kun je kijk zien staan. Ah ja, die staat. Ah ja, daar. Mijn collega's zeggen van die straat. En dan zeggen die zo, welke straat? En dan zeggen zo, ja, dat café. Ah, dat café, ja, de boven. Ja, ja, dat kennen ze wel. Dat café's gebruiken, geen straat. Ja, als je nu iemand aan de telefoon dan uit op café gaat. Ja, ja, ik heb het niet. Ik ben een thuisdrinker. Ja, ik ook. Ik ook? Hier heb ik ook. Ja. Als ik op café ging, dan was ik een keer met een kameraad. En dat kon ik ook nooit meer zonder doen. En dat kost geld. Ik kan dat wel laten. Maar je nog niet. Hey, wat ik daar op een avond opzet, kon ik twee pakken bier van kopen. Zo. En 6 pakken karapins. Ah, dus ik heb een kerk. Ja, ik zit een karapils. Hashtag no sponsor. Ik ga wel in de overal van de karapils.
zou zo eens een foto sturen aan de Colruyt en zeggen, wil ik helemaal niet sponsoren. Zeg, waarom is de jaren zijn niet gewoon in de caravan staan? Ah ja, de livery. Nee, deze is een vaste livery, ja. Dat wil ik gewoon algemeen laten, zo wat cool zo. En zo, in de livery van de Oostkast. Wat mooi zo. Zo, pak, we sturen al de Colruyt. Ik ga even goed als jullie bier. Slecht. Slecht en goedkoop. Het was maar een lauwe prestatie. Ja. Wat, de jupelaar dat kan klauw drinken, dat is geen probleem. Ah, paaien. Zo'n kamerklapporteur. Dat is wel. Het enige zou dat ik lauw kan drinken, dat laatste kletsje van het buur. Oh nee, van avonden. Alleen het laatste kletsje, alleen het laatste kletsje. Dat kletsje koep aan, dan. Ja, kletsje bakpijn, ja, dan krijg je aan mijn tent. Ja, dat weet je wel. Oh, wat ik nog zo schaar drink, maar ik weet niet dat ik dat ken. Het is een delirium. Ja. Daar met vier met reuze olifantjes. Ja. En met boonvrucht. Wat die niet maar pas, ik drink graag wel een keer zo'n stoffer bier. Ik ben nou aan de redelijke bier. Ik trouw Hendrik. Ken jij Latra? Ja. Die quadruple, die had ook AIDS. Die AIDS? Oei, dat kon AIDS. Ik nou eens drinken. AIDS. Ah, age. Ah. Dus je is op eigen vaten. Maar als je een bier van zet, moet je dat drinken. Ja, ik heb zo eens een duvel gedronken met die bourbon zo. Ja, die heb ik wel goed. Ja, maar ik was er gewoon. Oh ja, de kwak. Vond die een Taurus duvel wel gewoon. Of nee, die Jupiler, die een Taurus Jupiler. Die had ik niet gezien. Ja, die nooit. Die duvel die is goed, maar die laat trap, die is nog twee keer een noordbal. Oh ja, een noordbal. Of de goede blauwe chimer van de vat. Dat zal. Dat is wel goed. Nog een man, dat mag toepakken. En ik zat meestal nog eerst mijn bierglazen in mijn diefvries, dat ik goed bij buizen zit. Oh, jongens. Ik weet eigenlijk de banaan. Zeg, het als je uit een barbecue bij mij thuis is, zal ik maar extra bever zien, want de meeste drinken niet. Oh, Patje, voor mij. Ik ga geen vreugde meer in mijn god vertoemen. Oh, ik ben... Yes. Miljaars. Ja, wij gaan eens, ik kan het noemen, hè, klungel aan de banen. We zijn bezig over bier. Maar die mean, fuck the position, die hebben sowieso al probeert die vierde van Patje te pakken, hè? Patje, ja, dat probeert hij een derde in te lopen. Nou, ja, dat is ja, vaar. Patje rijdt er niet kennen, hè? Een derde in de Matt John, come on. Dat is vaar, zo'n een derde. Want de visie, ik zat er klaar te doen. Ja? Ik zat er door de baan. Ja, nee, ik heb een stomme tijd gedaan. Ja. En de deelname aan de leren geklikt. Ja, dat klopt. Ik wou iets veranderen en dat was eigenlijk zo stom. Dus ja, dan moet ik doen. Oei. Alarm, alarm. Hallo? Wie zijn vrouw is dat? Toch niet, hè? Is Kim nu al wat van? Maar bij de Dublin zou ik er nou wel eens iets van beginnen zeggen, want het is ieder koers nou van dus nou. Wie? Ja, maar hij is nou soms ook niet de meest duipje piloten. Ik weet juist wel, maar ik heb nog niet kunnen kijken. Ik wacht maar niet even. Zal ik even een foto moet scoren? Zet hem in de snuitste case, in de zee. Ik wil nog niks zeggen, maar tegenwoordig wordt in de zee wel heel proper gereden. Ja.
Je skallen naar de B, want je wint hier altijd met 10. Je zat normaal in een B. Ja, maar als die last had, gaat hij eruit. Inderdaad. Omdat hij een stompje kreeg te worden. Oei. Waar is dan met de skallen als je een stompje krijgt? Daar stopt hij. Ja, als die laatste staat. 12 minuten pauze zeker, hè, mannen? Ja, dat is. In de doepen. Ja, maar ik en de smokies en de zeun. Tot zo, man. Allee, dat heb ik in ISS6 gespeeld. De punt van onze Dancing Dimmy. Spijtig. Maar eigenlijk pas maar een jaar is wel bij mijn verrolle. Karapils is ook zo wit. Maar dan is ook wit. Klopt eigenlijk wel, hè? Mijn helm past erbij. Ja. Mijn helm past erbij, alles is bekken als sortie. Mag ik krap in gaan roken, Mike? Ja, nu hoort daar, man. Oké, okay, I'm back in a jiffy. Ik heb mijn eigen hoort hier. Het is echt te waar. Oh, hey, ho, ho, Dimmy. Oh, ik zit hier met een live, hè, dus. Dat je Dancing Dimmy zegt, oké, okay, maar dat je dan begint uit te kleden. Een Dancing Dimmy heeft zijn 6 gegooid, hè. We hebben een puntje gepakt, onze Dancing Dimmy. In een dart. Waar is een tijd dat ik op café deed gaan darten? Oh, ik heb hier boven ook hier een hang, hè. Ik speelde vroeger. De enige sport waar ik ooit goed in was. En bowling. Nee, bowling niet. Oh, ik ging vroeger 3 keer per week bowlen, dus als we ooit een teambuilding doen met bowlen, ik heb mijn eigen ballen, mannen. Ik raak niks aan, maar iemand anders zijn vinger uit ingestuiken. Ja, als ik er nu eens over nadenk, minder, maar ja, doe het in de taart. Ja, Geubels zelf ook, ja schat, wat wil jij doen? Iets wat iedereen zijn vinger heeft ingestoken of kan bowlen? Ja, iets dat iedereen zijn vinger heeft ingestoken, dan gaan we bowlen. Ja, wacht, dat wil ik nog zeggen, maar ik zeg dat je dat niet meer kon communiceren vanwege een lobbyfout stond. Ja. Zeg, ik zit alleen met de skallen in de lobby, ken je dat? Ja. I am not continuing this trophy, just impossible when options are either I dive bomb or I get dive bombed. That's not how I should be. Plus, I get taken out twice. Wie? Kasper, in de B. Ja, ik heb het niet gezien, ik weet het niet dus. Ja, ik sta hier ook altijd een paar weken op dat er een beetje. Ook als er niks is, gewoon puur voor. Toen ik zijn de herhaling vergeten erop te slagen voor de fatale shit. Ik heb het opgeslagen. Yo. Yo. Hé, hey, mannen met een BMW vragen wel vrouwenondergoed, is het waar? Ja, ik heb ik heb hier de bijenwij, dus. Maar ik heb wel een tang, ja. Een blik met welen, jongen, een bijenwij. Een bak met water. Ik raam in een kolen Dacia. Ik ben daar een Renault Clio nog voorlopig. Ik heb een Volvo. Mijn naam wel, dat mag niet. Ik ben een Volvo. Een Hyundai. Ja, binnenkort. Oh, wow. I30 in performance. Oh. Wie rijdt er mijn I30 aan? Ik binnenkort. Oh, ja, mijn koffer of zonder? Ah, ik bedoel, met de... Vijfdeurs, hier. Ja. De vijfdeurs, ja? Ja. Vind je een rijdeur die chiquer? Nou, het is wel handig met vijfdeur. Moet denk ik een uitstappen, dikke vooruitje. Ja, dat is wel zo. Mijn is gisteren 300.000 kilometer gepasseerd. Dat is niet slecht.
Ik heb maar een Dacia bekend, 200.000. Voilà, ik heb nummer 0 Clio 2 jaar, ik heb er 36.000. Ja, ik zit met een Ford Focus nog. Ik rijd niet meer veel na tegenwoordig. Vroeger wel, ik rijd er 40.000 op een jaar in het begin met die Dacia. Maar dan ben ik ja, ergens bij ons in de buurt komen werken en amper 10 op een jaar nog. Maar ik had nog gewoon een prijs gehad voor een Clio. Fuck you too! Oké, kom maar. Kom maar. If you wanna fuck me, kom maar. Kun je het op camera doen, schatje? Ik had nog 13.000 gehad voor mijn Clio dus. Maar dat is nog veel. Maar die jongen daar van 42.000 is. Ja. Plus nog hier 4.000 euro. 13.000, dat is meer dan maar een Dacia gekost, hè, neef. Hij kan ook een 4.200 BEV. Is dat stevig? Dat is stevig. Ja, inderdaad. Maar normaal moet je dat niet betalen. Ik kan een plak op mijn eigen naam al. Zelf maakt een plak. Ik vind niet dat we gaan van onder gaan. Ik vrees er ook voor. Als ze er geld kunnen, als ze er geld rekenen, dan zullen ze het wel komen halen. Dat hè. En je op een of andere manier van wat vinden. Hoe zit het hier met die paffers? Ja, het is wel klaar. Heel terug aan het ik kan hier niet meer hoog lopen. Maar ja, zeker. Ik zal voor de uitnodiging. Ah, voilà. Nee, dat is eigenlijk goed. Oké. Okay. En niet voor mij mijn koffer. Goed. Maar het zal eens weten. Maar weet je wat ook is? Ik kan een move laten naar de garage omdat ik hem anders kwijt ging geraken. Ja, ik heb hem nog maar verder genoeg gedaan met mijn camionet. Ik heb een Hyundai H200 voor die Dacia. Maar ik heb die toen weggedaan omdat ik zoveel kilometers rijd en dat verstokte 12 liter en al. Ja. Dus dat was, en dan heb ik die Dacia gekocht en ik verstokte na 4,2, dus dat scheelt dan wel. Ja, ik heb een 2 liter Ford ook. Als ik naar de zee rijd, zit ik op 4,9, tussen 4,9 en 5,2. Maar ik heb die altijd gezeten in een tijd geleden. Maar ik kan er van. Van minstens de Clio RS. Met 220 pk. Ja, die Hyundai H200 was een bom van een camionet, jongen. Dat ging verrot. Dat was een 2,5 dat erin stak. En dat was een raket, jongen. Die rijden is maar een Dacia. Voor zo'n lompe camionet te zijn. En die genomen 190. Ja, om 275 hè. Nee, ik heb met je Hyundai 190 en dan rij hem nog 70. Nee. Dus als je rapper begon te gaan, dan had je het gevoel dat je van een baan geblazen werd. Maar dat was een boom van een auto, jongen. Maar ik rij daar geen mee. Ik heb nog zo'n oude Ducato gehad, een 2,8. Goh, ik rij daar geen mee. Ja, we zijn boys. Ja. Ik zijn kwijt. Ja, ligt het nu aan Mavis al een ander tijdstip, deze? Nee, hetzelfde. Half 5. Iedereen terug binnen? Ja. Yep. Randy is aan het draaien, denk ik. Ah, okay, ik zit mee, ja.
Ja, we waren aan het ropen, hè. Oh, ik heb het gehoord, hè. Ah, ja, oké. Okay. Hij begint te ropen, dan zit ik erbij, hè. Waar zijn we weer? In welke Nijmegen zitten? Nou, nee, man, nee, nee, succes. Maar, ja, succes, mannen. Nee, ik was aan het bekijken en een filmpje ontmaken, Dim. Succes, mannen. Hallo. Nou moet ik reizen. Man, deze is van u, hè. Kom op, hè. We gaan ons best doen. We gaan dit keer, dat doet hier niet. Bloop. Hola, oh, ik sta pas op 8. Oh ja, dat is juist. Ja, ik ga het regime gaan crashen. Dan gaan we niet zo op beul. Ja. Dat gebeurt in flitsen. We gaan een screenshot van pakken. TikTok. Vanuit TikTok. Ik neem wat een raket op de startblokken. Wow! We zijn allemaal even driften zaten. Dat ben je drie maar even bang. Alles stond stom. Jokje. Oh, maar dat is... Hoor je dat niet? Ja, ik heb gewoon mijn dingen niet geleerd, of waar? Well, not don't win it in the first round, yes? Ja, nou ja, dat is wel een bumper. Ja, nee, gewoon wat te snel, hè. Ja, wat is het? Ah, dat werd stijf geknapt. Ja, als kallen, dat was een stom. De vernieler is waar de fout in. Oké, dit is we zien twee gangen heel van die jagers. De skala net ook al wat stompjes in het gebied. Ja, dit is wel eens goed, maar je doet het allemaal. Sorry, Patje. Oh nee, niks kan, niks. Het was een spiegel wat ik deed, maar ik kon niet anders. Ah, nee, maakt niet helemaal. Kom op, pak je gaas, we moeten even die halen. Oh, man. Hij raam niet, dat was mijn zus gezien. Ja, wat? Dat is niet een goeie. Ik kan wel vragen. Hij raamde die story als dat raak was. Ja, nog weer. Nog weer. Sorry. Ik kan me nog auto. Ja. Ik was een beetje schrikken. Het was een beetje te grijtig daar. Ja, ik zei het. Toen was vaak dat we verder gereden in de restaurant. In blauwe stoffen, hè? Nou, dat was kiep te grijpen. Ja, zeg ik zeg het niet.
Ja, en de keer dat je gelanceerd hebt, stoppen we hem, hè. Ja, ja, dat was, ik ging naar een buitenkant en er was niets om te doen. Hè. Schallen in de fout. Oh, dan ben ik de auto hier. Ik kan even de pad doen. Ik weet niet hoe. Kan ik u verbaasd niet zonder dat ik weet ik. Daar niet hoor. Daar ging ik al op ver. Dat is een goede oplossing.
soms niet voordeel wat ik nog heb. Ja, inderdaad. Dat zijn nog in de boekjes. Thank you.
penalty oploopt in de laatste bocht, moet je dat mee over de finish pakken? Ja. Ik ga even verder schuilen om te worden naar Mike. Ja, ik vind er getekend van die. Mind door. Oh. Maar is het nog allemaal klaar? Ja, ik denk dat zullen minder poos gepakt hebben. En dat daar zo bezamen heeft. Ja, ik heb het privilege voor samen met mij te rijden, maar ik dacht van het feit. Dat kan niet iedereen zeggen. Ja, ze maar zeker. We voelen ons vereerd. Misschien aan de zaal dat het een reden is. Ja, ja, maar dat kost een beetje in de fout moeten worden. Was dat de Scalami die hij daar, eruit ging als hij een duw kreeg? Ja. Ja. Nee, ik kreeg een duw van die fantastische man, niet zo man. Ja, maar hij blijft het begin. De Scalami raamt met een bocht. De volgende bocht raam ik die touwtje weer terug en hij blijft ook zitten. Die raad vraagt meer, ik zeg. Ja, apart, hiermee aan de stop. Vooral met de start durf je zo stom te doen. Mijn start was goed. Weer een keer. Mijn start was ook cool, maar mijn eerste ronde was niet zo goed. Nee, de eerste bocht lag ik al bij 1. Ja. Ik wou het zeggen, vlak voor de eerste bocht heb ik bij 1 gestaan, daarna niet meer. Pas maar op, want de mic is coming to get you. Een vechte golle dat mag goed door, dan kan ik niet te komen. Ja, die juist cup dat is altijd zo, je vecht tussen mij en de mic. Wat is dat hier? Die is als... Dus ik ga te breed en nog zo aan het vechten. Ah, om te pakken. Ja, de PlayStation gaat gewoon ineens terug naar het hoofdmenu. Hm? Met deze bocht verlies ik enorm veel tijd. Ja, niet echt remmen. Nee, je moet zomaar een kwartje nog een remming doen. Ja, echt heel goed. Met die jaar is eigenlijk overal. Ik moet niet volledig verloren remmen, want dan is het leuk. Ja, dat is een lijst. Ja, dat is het verse. Verder dan die load zal het pedaal, ik moet maar klettings gegeven. Ja. Ja, ik vind die van dingen van Logitech niet slecht, die pedaals. Nee. Dan raak ik vrij content van. Van hetgeen dat ik kan van plastieke pedalen toe. Ja. Die heeft 3 weken gegrepen in de koffer van Van der Dam. Dan heb ik even gekocht aan Patje. Ja. En dan moet ik de Svensen sturen over die een trustmaster. En dan is het door een maand of twee binnengelegen. Ik wou eerst met Play zitten, maar voordat ik het installeerde, vindt dat anders zo luis. Oh, ik zei het, ik heb een playset gekocht omdat het alweer zit, de grafiek niet meer hoort. Ik vind het een van mijn stoel, dat is zo wat hoger, het zit op 50 centimeter dan de grond, dat is zo... En dan moet ik de grens zijn playset overbrengen.
Ja, maar ik zie dat er leeg bij de grond zit. Ja, maar die van mij staat op wielkens. Allee, 10.000 van een seconde. Hoe staat het eronder? Die van mij staat op wielkens, dus ik zit pak nog eens 20 of 30 centimeter ruiger. Oké. Okay. Ja, ik zit op 40 centimeter van de grond, normaal gesproken. Oei, nog maar geen rond. Ah, het is niet waar. Ja, ik zie het gebeuren. Mickey de Viking is me verbaasd. Ik zie het. Oh nee! Wat ben je in de oor, man? Oh, ik krijg hier een Fuck it. Nee, maakt niet uit. Het was heel zachtjes, maar blijkbaar juist genoeg, maar niks speels. Ah, dat is kleur. Dat was echt niet expres. Ik was ook aan het remmen. Anything can happen Thursday, ja man. Ja, en dat is voor de volgende cursus hebben we maar wel dat. Ik zal content zijn als ik verder skallen kan halen. Ja, dat is ook altijd mijn doel. Ik ga door een apparaat komt jongen, dat is niet te doen. Ik heb gewoon alles opgesmeten wat je had. Alles, pedalen, remmen, handremmen, alles. Oh, deze is wel een zure miljard. Ja, we hebben zo gevochten man. Ja, ik zat in de... Ja, ik kon in die minuut niks aan doen. Basis. Nee, wij zaten juist even niet en wij gingen in die bocht. En ja, ik rocht een... Ik heb nog een teen toch teruggekomen naar 8 al hè. Ik heb het niet. Het filmpje dat Kim gestuurd heeft, dat ik mijn auto heb gecontroleerd, godverdomme. Ja, ik moet mijn telefoon opplaaien, want dat is als je, heb je een naam eer aangedaan? Ja, maar je loert maar eens. Ik wist niet dat dat ging met die Jaris. Met nog gewoon ook. Ik had een podium kunnen halen. Bye bye podium. Oh. Dat is een Noordslijn-saver. Nice. Hey, je chance gehad, man.
Ja, ik zei tegen Dobie, zet uw pink eraf. En in één keer was dat daar zo een oorlogsveld. Maar de pinker stond wel af. Heb ik waarschijnlijk met mijn hand de topje voor te sturen, dus ik trek in één keer wat naar rechts. Ik zat ook wel met mijn linkerwiel op het zand, zag ik, man. En de pinker stond wel af. Oh my. Ja, die stond die af. Stond wel af. Gaan we nog een reisje doen, jongens, of wat? Ik denk dat. Welke is het voor morgen nu? De GR3 is er al een... Ja, die Le Croix B. Saint-Croix. Ja. En wel, zet voor morgen dan op. Oh, wel, dat is goed. Ja, dat is goed, mannen. Ik ga rap nog sigaretten bijhalen, want die zijn er op. Ja, wel, ik ga